Op verschillende plekken in onze provincie klagen boeren over vossenoverlast. En in de stad is er een ware rattenplaag. Henk Bolhuis, u bent boer en binnen een paar dagen vond u 3 dode schapen. En volgens u komt dat door vossen. Hoe weet u dat zo zeker? Nou, zeker, ja. De eerste dag kom ik daar, dus vrijdags. En nou, ligt een lam aangevreten. Ja. En ik zat hem grunners dan. Nou, kom ik door, dus laat me aanvreden. En ik dacht, nou, er ligt nog een raam bij. En de rest van de school, nou, die waren redelijk rustig. Yeah. En meestal, als een hond of 2 honden in het klaar ben, dan ben die school helemaal de kluts kwijt. Dan vliegen ze overal in, door draden heen, in sloot. Dus dat was mijn gedachte. Yeah. En... Je dacht, het mag wel een vals wezen. Ja, nou ja. Omdat ik heb er meer boeren over die ook langer in school kwijt ben worden door vossen. Zullen we eens even naar wat beelden gaan kijken van hoe u zeg maar, uw schapen aantroffen in het land? Dit is een afgelopen weekend. Ja, dat lam dat was dus door stress. Ja. Ja, dit lam is dus aanvreten en dood. Ja, maar het andere lam zagen volgens mij ook nog leven op dat moment. Ja, die was stress. En die is door stress overleden? Ja. Ja. Jaap Kloosruijs, u bent boswachter. Wat vindt u van dit verhaal? Dat schapen worden aangevallen door vossen? Ja, dat is hartstikke vervelend natuurlijk, dat schapen dood in het land liggen. Het punt is alleen, voor zover ik daar verstand van zaken heb... Dat vossen niet in staat zijn om een schaap dood te bijten. Maar waarom niet? Nou, ze hebben er een klein bekje voor. Een vos is helemaal niet zo gek groot, hè. Maar nauwelijks groter dan een stevige kat, zeg maar. Yeah. Ziet er wel wat indrukwekkender uit vaak, zeker bij de winterdag, omdat ze veel haar hebben. Yeah. Het is echt een kippenjogen, zeg maar. Ja, ook wel. Yeah. Een vos is zoals heel veel predatoren, zeg maar, dat zijn gelegenheidsjogers. Wat ze voor de bek komen, dat snappen ze. En als ze al minder muiten, dat ze door verdaan worden, al beter dat is. Maar een vos heeft inderdaad een klein bekje. We hebben ook een paar in de studio staan. Ja. Maar als hij een paar keer bijt... Dan kan die ook een grote wond veroorzaken, toch? Ja, op zichzelf, dat klopt wel. Ja. Maar er zijn geen voorbeelden van vossen die dus actief een schaap achterna rennen, bij wijze van spreken, en naar de straf vliegen. Dat doen ze niet. Wat wel gebeurt, is als ze een schaap tegenkomen die of dood is, het zijn wel aaseters, dus, of zo'n beetje dood is, in elk geval in de beleving van zo'n vos. Dus als ze op de rug liggen, zeg maar, ze kunnen geen kant op. Ja, dan beginnen ze erover. Maar wat is hier dan gebeurd, denk je? Want je hebt de beelden ook zo. En hier zit een boer die zegt van dat ze het binnen vossen. Ja, nou, dat denk ik dus nooit. Door op andere van, tenzij dat die school zelf, of uit zichzelf al dood ben, of in elk geval zodoende verzwakt ben dat ze geen kaart op kennen. Dat was dan zo, denk ik. Nee, maar die waren ook geen olle school, man. Die waren gewoon, lammer. Ja, lammer in de eerste dag of 10, zeg maar, 14 dagen, de eerste 2 weken, zal maar zeggen, nadat ze geboren ben. Dan ben ze kwetsbaar, ook wel voor vormen over het algemeen, mensen die er ook nog wel binnen. We gaan even naar de jagers toe, want volgens mij in Bolhuis zijn er te veel vossen op dit moment. En de jagers in onze provincie die denken hetzelfde eigenlijk. De Groningse jager Fine Steneke volgt de discussie over de vossenoverlast op de voet. Volgens de jagersvereniging moet vooral Staatsbosbeheer, de baas over de natuurgebieden, de hand in eigen boezem steken. Die gebieden zijn een soort kraamkamer voor de vos. Zij kunnen daar vrij voortplanten, vrij bewegen. Maar een vos heeft een actieradius van ongeveer 25 kilometer, 's nachts. Ja, die houdt zich niet aan de randen alleen van Staatsbosbeheer. Die komt ook bij de boer op bezoek en die komt ook bij de hobbyboer met zijn kippen op bezoek. En overdag gaat hij weer veilig terug naar de gebieden waar hij veilig is. En wij mogen daar niet komen, nee. Waarom is het nu niet goed geregeld? Nou ja, omdat wij bijvoorbeeld niet kunnen komen in de gebieden van Staatsbosbeheer. En wij zouden graag een samenwerking zien. Ook voor de weidevogels. Maar de vossen ook graag de weidevogelgebieden komen, kerngebieden van de weidevogels. Ja, zien wij graag daar samenwerkingen. Kortom, die vos die moet beter en nog meer bejaagd worden. De vos moet zeker beter beheerd worden, ja. Ja, meneer Kloosruijs, even in het kort, wat vindt u ervan, van dit voorstel? Nou, dat klopt niet. Wat die mevrouw zegt, klopt sowieso niet. Nee, want? Nou, zij zegt, wij mogen niet komen in Staatsbosbeheergebieden. Maar zo ligt dat niet. Dat ligt allemaal net iets genuanceerder. En bovendien helpt het niks. Als je een vos wegschiet, dan komt er een andere vos voor weer. Het zou hooguit, ze noemen het weidevogelgebieden. En daar zijn wel voorbeelden van, ook bij Staatsbosbeheer overigens. Dat er gezegd wordt van, er is een vos die heeft zich gespecialiseerd in het opruimen van weidevogelnesten, zeg maar. Als je daar maar een vos bij wegschiet, dan heb je kortstondig daar effect van. Maar op langere termijn komt er gewoon een volgende vos voor weer. Ja. Hè? Waar we wat aan hebben, is een gezond en volledig ecosysteem, zullen we zeggen. Waar ook die predatoren, zoals de vos, een plek hebben. En daar heb je soms nadeel van. En dat kan best zijn, hè, want ik zeg, het is ook niet leuk, of die vos hem nou doodgebeten heeft of niet. Het is ook niet leuk om een aangevreten vos te vinden, of een aangevreten schaap te vinden als schaaphouder, zeg maar. Maar die predatoren die hebben ook een belangrijke functie. Hè. Het zijn ook opruimers in de natuur. En Ik wil nog even naar meneer Bolhuis toe. Want u zegt van, er zijn toch, is een overlast aan vossen. Er zijn er te veel. Wat zou voor u de oplossing zijn? En uw collega-boeren? Stel je voor, ruim, niet alles opruimen, maar ruim eens een keer weer op. En kijk eens om een jaar weer hoeveel weidevogels zijn. Probeer eens wat. En niet een paar, maar gewoon eens in een gebied. Maar het kan je voor zo'n wezen, zei je net. Ja, maar ik heb een vraag aan jou. Ja. Maar één, als er nog 2 of 3 vossen op een lam afkomen. Ja, maar dat doen ze nooit. Vossen zijn geen roedeldieren, zeg maar. Dus die joogt nooit gezond. En hier moet ik hem even afronden. Dit blijft een mysterie. Ja. Is nou een vos geweest, ja of nee? Ja, als we beelden hebben, dan weten we het echt zeker. Nou, dat was misschien nog een idee om daar een camera op te zetten. Al meerdere. Die zijn er wel, ja.